Demonstratie Hamburg tegen G20. De G20 is de bijeenkomst van de rijkste industrielanden en die houden daar een conferentie of een topje of zo. En dat is in Hamburg. En ja, dit is de Reeperbahn nachts om 2:30 van de titel van deze journaal Teletext. En geen van 2 juli. Macron kiesstelsel gaat op de schop. Teletext pagina 126. Emmanuel Macron is de nieuwe Franse president die onlangs is gekozen en hij wil van alles en nog wat veranderen in het kiesstelsel, onder andere in Frankrijk, bij wijze van experiment en ditmaal een permanent experiment. Mooi, dan kan de internationale broeder- en zusterschapspartij daar ook mee gaan doen. Dat zal dan heten de Parti Internationale de Maternité et Fraternité. Of zoiets. Of gewoon IBNSP. Ex-crimineel gewilder dan migrant. Teletext pagina 114. Uit onderzoek is gebleken dat een ex-crimineel, dus iemand met een crimineel strafblad, vaker meer kans maakt op een baan dan iemand met een migrantenachtergrond. En dat is natuurlijk geen goede zaak. Kortom, de maffia loont in Nederland. Chainen zonder proces gedood. Tekst pagina 125. In Tsjetsjenië zijn zeker 27 mensen vermoord zonder proces door de officieel erkende regering van Rusland, om precies te zijn. Tsjetsjenië is een deelstaat van Rusland die zich wilde afscheiden. De Russen hebben daar korte metten mee gemaakt en de desbetreffende 27 mannen zouden eind januari zonder proces zijn doodgeschoten. Ik zeg daarop, blijf daar met je poten van af. Do not touch mijn Tsjetsjeense broeders en zusters. Kijk, Vlad, daar kijk je nou even van op, hè? Cholera, Jemen grijpt om zich heen. Teletext pagina 128. De cholera epidemie in Jemen breidt zich uit. Inmiddels zijn zo'n 300.000 mensen besmet. Dat kan te maken hebben met een verandering van het klimaat als gevolg van de oorlog die daar al enkele jaartjes woedt. Eind mei zei de VN al dat Jemen dicht bij een totale ineenstorting staat. En zo te zien hebben ze gelijk. Verander nou eens van klimaat en begin eens met het stichten van vredes of vredesbesprekingen. Anderen vaker ziek voor pensioen. Kijk, en dan gaat het met name over de ouderen die werken in zware beroepen. En die redden het gewoon niet. En dan komen ze in de ziektewet terecht. Het heet anders, maar ik ben het even kwijt. Kortom, mensen met zware beroepen plonzen er eerder uit. Journaal Teletext en geen 13 juli 2017 schade. Even terzijde. Oeh, help, donderdag de 13e. Pech, pech, pech. Ongeluk, ongeluk, ongeluk. Zeg gasvast niet vrijdag de 13e. Waarom is het eigenlijk vrijdag de 13e en niet donderdag de 13e? Geen idee. Blijvende hersenschade, Ajaxiet, Nouri. Persoonlijk heb ik geen idee wie dat is, want ik hou niet van voetbal. Het is natuurlijk een trieste zaak dat zo'n jonge medemens nu al blijvende hersenletselschade heeft. En dit is inderdaad de schade van de
Journaal en Telex en geen van vandaag, 13 juli. Jongetje op de vlug om rapport, Teletext pagina 403. Toen een 10-jarig jongetje in het noorden van Duitsland zijn schoolrapport kreeg, schrok hij zo van een bepaald cijfer dat hij op de vlucht sloeg. Via Hamburg, dat is waar de G20 onlangs heeft plaatsgevonden, nam hij de trein naar Zwitserland. Hij had een geldig treinkaartje, maar de conducteur, ja die zijn er nog in Duitsland, vond het vreemd dat hij alleen reisde. De conducteur heeft vervolgens de politie een seintje gegeven en deze politie ving hem op nadat hij in Zwitserland was aangekomen en de Zwitserse politie heeft hem toen overgebracht naar de grens met Duitsland, waar zijn ouders hem uiteindelijk zijn komen ophalen. Het 10-jarig jongetje is waarschijnlijk pas sinds dit jaar in Duitsland op school, want hij had een 3 op zijn rapport. Ja, ja, een 3, dat is toch in het Nederlandse systeem belabberd. Slecht, maar echter niet in Duitsland, want Duitsland hanteert het andere systeem. In Duitsland is 1,7 zeer slecht en 1,3 is redelijk goed. Urbanus van Anus, dat is een Belg, die heeft ook een grap gemaakt van kon de jongetje huilend van school na zijn rapport gekregen. Na zijn rapport te hebben gekregen, zegt hij tegen zijn moeder: Mama, ik heb allemaal nullen op mijn rapport. En zegt die moeder: Och, geef toch niks, je hebt toch kanker. Journaal Teletext en Gein, 27 juli 2017, de herontdekking. Meer verzekeringsfraude ontdekt en dat doet men via statistieken en dat is een slecht idee, want het is en blijft gewoon mensenwerk en ja, dit is de herontdekking van de verzekeringsfraude en dus ook van de titel van deze journaal en Teletext en Gein Plus van vandaag. Mergelgrotten beschadigd door brand. Er is ook zelfs schade aan een of ander dubieus restaurantje in de buurt. Al daar, ja, dat krijg je met mergelgrotten en dat krijg je met brand. Om het maar zo te zeggen, dan raakt er wel eens iets beschadigd. Tot slot, ik zou allemaal naar dat restaurant gaan en daar de befaamde wijn gaan drinken of wachten tot de wijn dusdanig beschadigd is dat ze de bewuste wijn gratis geven aan de voedselbank. Kortom, op naar Maastricht. Man scheurt naar de Efteling, Teletext pagina 405. Een automobilist uit Noord-Limburg is zondag, dat is vandaag, zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man van 37 scheurde met zijn Porsche op de snelweg en hij had jonge kinderen in zijn auto. De politie had moeite zijn auto bij te houden, maar uiteindelijk lukte dat op de Midden-Brabantweg, waar dat ook mogen zijn. Hij kreeg een bekeuring en mocht meteen zijn rijbewijs inleveren. Hopelijk had zijn vrouw wel een rijbewijs. Het is even onduidelijk of zijn vrouw er ook bij was. En de man is natuurlijk lichtelijk afgefakkeld, want wat doe je als 37-jarige met één Porsche? Waarschijnlijk hadden de kinderen en wellicht ook zijn vrouw de hele tijd liggen te zeuren: wanneer gaan we nou naar de Efteling? En de man in kwestie dacht waarschijnlijk: oké, vandaag gaan we het doen. De kinderen worden steeds lastiger. Efteling, Efteling, Efteling.
Nou, dan zetten we het maar even op een speedvaart, want het weer is niet al te best. Ik hoop dat de kinderen alsnog veel plezier hebben in de Efteling. En dit was het. Love and peace. Liefde en vrede. Slachtoffer Metro kende daar dan niet. Teletextpagina 121. De 38-jarige man die in Amsterdam op donderdag in de metro werd doodgestoken, lijkt geen bekende van de dader te zijn, die 27 jaar is. De politie heeft duidelijk nog een tekort aan informatie en kan niet alles zeggen. Mijn persoonlijke vraag is, hoe kunnen ze dat nou precies weten? Want die 38-jarige man is dood. Overigens nog gecondoleerd voor de familie van de 38-jarige man.